Hallo, mijn naam is Tobias en mijn urban craft is het maken van lasergesneden fietsen. Met 1127 heb ik eigenlijk een soort systeem ontwikkeld waarbij we een fiets volledig op maat kunnen maken. En die wordt eigenlijk gesneden door de machine en komt er als puzzelstukjes uit. Ik als ontwerper start eigenlijk eerst met het analyseren van het probleem. Wat is het probleem, waarom is het een probleem? Ja, daarna doe je wat inspiratie op, met maten op café gaan of gewoon wat bezig zijn, op internet zoeken, afbeeldingen bekijken. Misschien is het wel een stomme kleur of zo dat je een idee heeft. En daarna vrij snel overgaan naar schetsen en uiteindelijk uitproberen en maken. En daarvan heb ik wel het geluk dat mijn ouders hier echt een mooie werkplaats hebben, waar ik van alles kan uitproberen. En ik besef ook wel dat een enorm voordeel is. Vaak weet je door een prototype te maken in een minuutje of twee van oh shit, ben je helemaal verkeerd bezig of zit de goede kant uit te gaan. Het enige van onze fiets is eigenlijk twee delen. Enerzijds is het maken van de fiets die anders is, maar anderzijds ook het personaliseren ervan. Bij het maken is het eigenlijk zo dat de fiets als een bouwpakket toekomt. Dat maakt het zeer eenvoudig om de fiets te maken en er zijn geen dure investeringen nodig als kalibers en dure machines. Daarnaast in het personaliseren, de fiets is volledig op maat. Dus er is maar één van die afmetingen, één van die soort die rondrijdt. Speciaal voor u gemaakt, er is geen zadelpen, geen stuurpen, alles is direct op de goede hoogte gezet. En ook uw naam kan erin gegraveerd worden. En daarnaast is er ook nog natuurlijk de vrije keuze van wielen, zadel enzovoort. Eigenlijk is het een samenwerking tussen maker en één consument. Ik ben daar 2 jaar geleden mee begonnen als thesis en ik had nooit gedacht dat ik nu zo ver zou staan. Ik kreeg af en toe aanvragen in het buitenland om fiets te maken en ik hoop dat dat in de toekomst ook nog meer gaat zijn. Maar aan de andere kant wil ik misschien ook wel andere productjes of andere dingen gaan doen met dezelfde technologie.